Hallo allemaal, daar ben ik weer, onze tweede Klasina Tsalak. Je weet, soms heb je last van wratten. Hoe kan je van wratten vanaf? Soms ja, ik ga naar huisarts, huisarts zegt, oh dat moet er vanzelf overkomen. En gewoon even wachten. Maar wij hebben een heel zeldzame plantje in de natuur die groeit en dat heet stinkende gouden. En als jullie zien, wij zitten nu achter het ziekenhuis, Wilhelmina ziekenhuis in Aalsum. En dan, die plantje groeit meestal langs fietspaden. En als je gaat hier kijken, dat het plantje, dat is de bloed heel geel. En als je ziet, dat is dit soort plantje. Even zoomen. En wat kan je heel doen? Ga je afbreken een stokje. En ziet u dat gele vloeistof van dat plantje, is een beetje lijkt als jodium. En wat doe je met het sapje? Met het sapje ga je gewoon je wrat invrijven. Ga je gewoon zo vaak doen. Ik doe even hier vijven op mijn hand. Dan krijgt hij, oh, mijn dochter zit ook met mij meekijken. Als je ziet, krijgt hij zo'n oranje vloeistof. En als je dit doet elke dag, de plantjes, soms groeit heel veel, dan bent u van de wratten af. Dus, wat kan je heel goed gebruiken tegen wratten? Stinkende gouden. En dat is gratis, natuur. De natuur is zo mooi. Dankjewel, doei!